Popshondjes, bij een optreden van de popgroep Goldband was er ook sneeuw, maar dan op het podium. Dit beeld dat gaat nu rond. Let op, het filmpje kan wel een beetje heftig zijn. Ja, volgens mij is dit op Noorderslag in Groningen. Het lijkt erop dat een van die zangers zijn neus aan het vol stoppen is. We hebben het management gebeld, die waren niet bereikbaar. Maar als dit is wat het lijkt, hoort dit er een beetje bij, of Herman? Een belachelijke ekel is dat. Ja. Waarom moet je dat doen in het openbaar? Ten eerste, het is verboden. Ten tweede, het staat er vol jeugd. Ten derde, Goldband is heel populair, heb ik de indruk. En dan ga je dat doen, belachelijk. Ja, dus dan moet je lekker backstage doen, vind jij? Ja, ja. Als je het al doet. Ja. 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 Waar ligt die grens dan, Jan? Geen idee. Ik ken die mensen sowieso niet, die band. Ik ken André Rieu, maar dit ken ik helemaal niet. Maar nee, ik vind het ook een belachelijke act. En de grens is wel dat men hier veel te veel in doorslaat. En dit is een heel slecht voorbeeld. Het lijkt dan heel stoer dat je het op het podium doet. Maar... Volgens mij krijgt hij het aangeboden van iemand in het publiek. Ja. En dan doet hij dat in een opwelling. Ja. Ja. Wat ook heel dom is, want er kan iets zijn waar je gewoon van doodvalt als je het opsnuft. Dat het iets heel anders blijkt te zijn. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Alleen, vind jij? Ja, het is wel een soort van rock and roll, weet je wel. Dus het is wel zo'n beeld dat je denkt, oh ja, mensen doen gekke dingen op een podium. Maar ik vind die man er zo triest uitzien. Ik vind het niet een promotor. Want je denkt, als ik dit zie, dan ga ik dat nooit gebruiken. Want zo wil ik niet worden. Het is anti-reclame. Ja, ik vind het anti-reclame. Ja, nou ja. Ja. Maar goed, ja. Ja. Niks voor jou, John. Nou, je mag geen taart eten. Je kunt beter dit niet doen, denk ik. Ja, daar komen we straks bij de taart. Even wat anders.